De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Zit ik weer in de put? Zit het nou wel een beetje safe, Bas? Wat nou? Het blijven natuurlijk Belgen kennen die wel briefjes van 100 gulden drukken. Die jongens zijn alleen maar franken gewend. Geloof maar nou, die Belgen zijn de beste valse munters van geheel Europa. Ik heb 1 miljoen gulden bij ze besteld, in holletjes. En daar is de naad nou mee onderweg. Ja, maar trouwens dat hij een beetje opschoot. Hij zal toch niet ergens met een lekker band staan, hè? Ken niet. Hij is met de trein. De trein? Henk de Naad zit met 1 miljoen gulden vals geld in de trein? Dat is verreweg het veiligste. Dat verwacht de douane nooit. Pakt hij op centraal de bus, stopt hij zo hier voor de deur uit. De trein, de bus? Als die Amsterdammers met dat schilderij er maar niet eerder zijn, dan hebben wij geen tijd meer om dat geld te inspecteren. En dan merken zij straks dat het vals is. Maak je geen zorgen. Dit geld is beter als echt. Wie daar? Pierre Jansen. Het is Pierre Jansen. Hij is te vroeg, joh. Open doen. Ah! Jansen. Nou, alsjeblieft. Prachtig! Prachtig! Alleen, ik dacht dat hij een maatje groter was. Wel, nee. Dat lijkt alleen maar zo op de foto. Oh. Nou, kom op met dat miljoen. Ho, 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 ho. Niet zo materialistisch. Beetje eerbied, dit is Rembrandt. Dat is kunst. Kunst interesseert mij geen fluit. Het gaat mij om de poen. Kom op met die Pietermannen. Ik sterf van de honger. Wacht maar even. Kijk, onze koerier is onderweg. Kan elk ogenblik hier wezen. Oh, daar zou je hem hebben. Wie daar? De naad. Zie je wel? Het is de naad. Bas. Mag ik u even onder vier ogen spreken? Waar is de poet? Problemen. Wat voor probleem? Waar is de poen? In de bus laten staan. Wat? Ik had het allemaal bij me in een koffer. Ik zit in de bus. Geen problemen, maar dan stapt er ineens een smeris binnen. Dat is toch niet zo erg. Maar die zit me aan te kijken alsof hij me herkent. Dus wat doe ik? De volgende halte stap ik er meteen uit. Ja. Maar dan laat ik de koffer in de bus staan. Maar dat is toch niet zo erg, baas? Ik bedoel, het geld is toch vals? Dat weet hij toch niet? Nou, doen we nou nog zaken of hoe zit het? Jansen! Klein probleempje. We hebben het geld nog even niet. Oh. Nou, dan heb je er nog een probleempje bij, want dan neem ik dat schilderij gewoon weer mee. Nou, wacht even. Niks te wachten. Je maakt maar een nieuwe afspraak. Mannen? Ja. Maar ik zou wel opschieten, want er is veel vraag naar Rembrandts. Maak jij je testament maar op, Danaat. We zullen jou eens een paar prachtige cementen schoenen aanmeten, jongen. Oh, baas, luister nou. De koffer zit op slot. Niemand kan erbij. We moeten gewoon naar alleen gevonden voorwerpen bellen. Wel gevonden voorwerpen. In welke bus zat jij? Lijn 52. In de aanhangwagen achterin. Ik ben eruit gesprongen bij de Groene Hillendijk. Goedenavond. Even een vraagje, mevrouwtje. Stel, ik heb wat in de bus laten staan. Laten we zeggen, een koffer. Hoe kan ik die dan terugkrijgen? Even langskomen, ja?
Koffer aanwijzen, tuurlijk. En dan wat? De inhoud beschrijven, dan maakt u de plekken open om te kijken of het klopt. Ach ja. Een klein vraag. Als die koffer nou niet opgeëist wordt, wat gebeurt er dan? Juist, ja. Prachtig. Mag ik u hartelijk danken. Mannen, hij is voor zijn roodkoperen klarinet. Als die koffer niet binnen een maand wordt opgehaald, dan vervalt hij aan de eerlijke vinder, meestal de chauffeur. Dus als wij erachter komen wie vanmiddag op de bus zat, dan gaan we die over een maandje even aan zijn vestie trekken. Maar baas, en als die dat nou niet teruggeeft? Laat jij je grote bek nou eens dicht, hield. Ja, Pio. Zo, je hebt dus een mooie koffer. Hey, ga je wereldreis? Jij bent echt de leukste thuis, hè? Nee. Dat is de deurknop. Want die geeft iedereen een hand. Hey. Die koffer is vorige maand in mijn bus blijven staan. Maar nou is die van mij, want hij is niet opgehaald. Zo, zit erin, Jaap? Geen idee, hij is op slot. Wacht eens even, Simon. Ja. Even wat anders. Mm-hmm. Ik moet vanavond mijn contributie betalen. Heb jij even 4,5 gulden voor me? 4,5 gulden, ja. Als ik dat had, zat ik er op Hawaii. Vraag maar een mel. Ja, die geeft het niet. Die is aan het sparen. Die heeft het bespottelijke idee dat wij hier nieuwe meubels nodig hebben. Nou, die vrouw van jou heeft echt een gaatje in de hoofd. Hoor. Nee. Maar Jaap? Waarom verkoop jij die koffer niet? Misschien dat hij wel 4,5 gulden opbrengt. Welke gek koopt er nou zo'n koffer? Koop eens hier. Nou ja, dankjewel. Ik heb al een koffer. Maak hem open, wie weet wat erin zit. Ja, ik heb niks bijzonders wezen, dan was hij toch wel opgehaald. Haal jij de waterpomptang eens uit de keuken? Ja. Ja, waar legt dat ding? Ja, Pio. Waar ligt dat ding? Simon, dat is geld. Duizenden guldens. Help, Nelly! Hou er maar over op, Jaap. Je krijgt geen 4,5 gulden. 4,5 gulden? Laat me niet lachen. Kom jij eens gauw naar beneden toe. Jaap, het is een fortuin, man. Ik ga je leven lang naar de Chinees. Het zijn allemaal honderdjes, Simon. Tellen, kom op. Wat is er nou allemaal? Nelly Kooijman, kijk jij eens even. We zijn rijk, we zijn binnen. Is dit in de bus blijven staan? Ja. Wie laat zoiets nou in de bus staan? Ja, miljonair natuurlijk. Dat is wel te hopen, Jaap. Je moet er niet aan denken dat het van een arme stakker is. Maar dat kan niet hoor, Jaap. Daar is iets mee aan de hand. Wat nou? Ze zijn het gewoon vergeten, die eigenaar. Of hij is al lang dood. Dat kan toch niet waar wezen, joh? Hoe kan het weer niet waar wezen? Geloof jij het weer niet? Jij gelooft ook niks, hè? Als er hier warme chocola uit de gijzer zou stromen, dan zou je het nog niet geloven. Als er hier warm water uit de gijzer zou stromen, dan zou ik het niet geloven. Ik snap jou niet. Je hebt het altijd over het schip met geld. Nou, hier, hier, oh. De zilvervloot. Hier is iets mee aan de hand. Er is niks mee aan de hand. Hé, hey, Van der Spelt. Is er wat? Nee hoor, niks bijzonders. Goedenavond samen. Henkie. Hi Henk. Kooijman, ik ben geld aan het ophalen voor het jaarlijkse kinderfeest van de buurt. Kan ik jou noteren voor de gebruikelijke gulden? De gebruikelijke gulden. Kooijman, dat is 100 piek. Ja, ik heb even die kleine. Ja, ja. Doe er ook eentje van mij. Natuurlijk, Simon. Hey, mensen, bedankt. En tot ziens. Tot ziens, Hendrik. Hier, hier. Heb je het nou in de gaten? Zie je nou dat er niks aan de hand is met de geld?
kampioen. Simon, alles te pakken kunnen krijgen. Bijna alles, Jaap. Want die ivoren kegelbal niet. Maar die heb ik voor je besteld en die was speciaal voor je gemaakt in de Belgische Congo. Mooi. Nou, de telefoon is dus ook geweest zoals je ziet, hè. Eentje hier, eentje in de slaapkamer en eentje buiten op de veranda. Op de veranda? Ja, voor als ik daar zomers lekker in het zonnetje zit. Ik ben nou toch rijk, ik ben nou toch een miljonair, ik heb het toch alles permitteerd. Ah, natuurlijk, ja. Ja. Ja, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, hè. Ik ga dus even iemand optelefoneren, Simon. Wie zal ik eens nemen? Belag je van de veranda, dan neem ik wel op. Nee, nee, nee. Niet gek doen. Wacht even. Ik weet al wat. Moet jij eens opletten. Juffrouw Evers, goedemiddag. Kooijman hier. Is meneer Harmsen aanwezig? Meneer Harmsen, goedemiddag. Kooijman hier. Meneer Harmsen, ik wou even iets mededelen. Ik neem ontslag. En dan wou ik nog één ding aan toevoegen. Meneer Harmsen, u bent een oen. Ja, Piot. Grandioos. Grandioos. Echt waar. Echt waar. Geweldig. Ik ben er trots op. En het is een eer en een genoegen voor mij dat ik jouw chauffeur mag zijn, Jaap. Fijn, Simon. Ja, en iedereen heeft het erover, Jaap. Daarnet in de straat, ik zet de wagen weg, komt er een grote Amerikaanse slee achter me staan met drie hele belangrijke mannen erin. Die vragen aan mij, woont hier Kooijman, die buschauffeur? Ik zeg, heren, inderdaad, dit is de domicilie van de heer Kooijman. Maar hij is de stad uit, hebt heel erg druk, kom u morgen maar terug. Simon, ik denk dat dat hele belangrijke zakenmannen waren. Die kwamen informeren of ik bij hun niet directeur wil worden. Natuurlijk, natuurlijk, die ene, die heette De Naad. Ja, van het accountantskantoor. Dijken, Doornbos, Bus en De Naad. Simon. Dag, lieve, lieve jongen. Wat krijgen we nou? Wat bedoel je, lieverd? Je hebt zeker gehoord dat ik miljonair ben geworden. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat dacht ik ook al niet, nee. Doe toch niet zo raar. Ik kom hier altijd even graag bij mijn lievelingsschoonzoon. En je loopt me al 15 jaar uit te schelden. Maar jij kan toch heel goed tegen grapjes? Lieverd, we zijn toch vrienden? Zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Wat een mooie telefoon, hè. Zie je daar piekfijn uit? Ja, hè? Ja. Nou, dat mag dan ook wel, want het heb een lieve duit gekost. Je hebt toch niet alles al uitgegeven? Wel, nee, mens. Dit is pas het topje van de ijsberg. Oh. Nou, niet voor het een of ander. Maar je schoonvader heeft het weer zo op de luchtwegen. Die zou nodig eens de bossen in moeten. Maar ja, kost weer 100 gulden, hè? Oh, dus daarom ben ik je lievelingsschoonzoon. Natuurlijk, lieverd, maar je bent nou toch miljonair. Wat is nou 100 gulden voor jou? Nou, dat is eigenlijk ook zo, ja. Wat kan het me schelen? Hier, joh. Oh, dank je. Hij kan natuurlijk niet alleen. Ik zou eigenlijk met hem mee moeten, hè. Maar ja, 100 gulden voor jou, hè. Je krijgt niks. Wees blij dat je wat hebt gekregen. Zal ik dat weekje dat hij weg is dan hier komen logeren? Laat je een fijne maandje weg. Jaap. Hallo, ma. Dag, kind. Wat hoor ik nou allemaal? Wat is hier allemaal aan de hand? Die kleren. Die telefoon. Wat zie jij eruit zien? Dankjewel, Nel. Ben je ervan, Nel? He? Heb je beneden in de limousine zien staan? Lederen bekleding. En ik heb ook nieuwe meubelen besteld, maar dat vertel ik je nog niet, want dat is een verrassing. Nou? Ben jij niet goed bij je hoofd? Ik heb toch gezegd dat je met het geld moet wachten totdat je weet waar het vandaan komt? Ga je toch niet als een gek lopen uitgeven? Ma, zeg jij er nou eens wat van? Hé, Nel, hou toch je mond. Mijn Jaapie weet heel goed wat hij doet. Ja. Ja. Nee. Het is niet waar.
ga er meteen naartoe. Jaap Kooijman, heb ik het niet gezegd? Mijn moeder zit in de cel op het politiebureau. Heb je nou je zin? Het zal toch niet waar zijn? Hoeveel jaar heb ze gekregen? Het was mijn vader. Staat op het reisbureau om die reis te regelen weekje Veluwe. Wil ze gaan betalen met zo'n honderdje die ze van jou gekregen heeft? Blijkt het vals geld te zijn. Is ze opgepakt? Hoera! Vals geld? Maar ik heb dat overal uitlopen gegeven in de stad. Duizenden guldens, wat moet ik doen? Ik heb het je nog zo gezegd. Wacht nou even met dat geld uitgeven. Maar nee hoor, meneer moet weer zo nodig de gebraden haan uithangen. Ja, dat weet ik nou wel, Nel. Vertel me liever wat ik moet doen. Als je je moeder al in de cel gooien voor een honderdje, dan krijg ik de kogel. Het enige wat erop zit, na het politiebureau alles opbiechten. Ben je gek geworden? Dan sluiten ze me op. Ik moet weg. De stad uit, het land uit. Ik ga meteen mijn koffer pakken. En ik naar het politiebureau. Dat arme, arme mens. Petronella. Ja, Pio, zal ik de wagen nog even wassen? Hé, hey, zie, gooi hem vol. We moeten de grens over. We rijden regelijk door naar Spanje. Olé, haal ik meteen even mijn zwembroek. Nee. Joh, ja, heb je nog zo'n koffer gevonden? Dat geld was vals. De politie zit achter me. Nee, niet. Ja, we moeten wegwezen. Kom op, weg. Dat zullen ze zijn. De politie. We zijn er niet! Houd je kop! We weten dat je er bent, Kooijman. Doe open! Wat moeten we doen, Simon? Verzin iets! Ja, rustig maar, Jaap, rustig maar. Ik ben bezig te raderen draaien. Ja! Heb eens. De bewijzen vernietigen. Huh? Het geld verbranden in de oven. Kom op, dan komen ze nooit nergens achter. Ja! Ogenblikje. Hij staat even onder de douche. Zijn vrouw in te zepen. De rug te doen staat hij. En ze heeft nogal een brede rug. Dus, kom op. Ja. Heb je voldoende zeep, Jaap? Ja, Simon. Ja. Geef me nog maar een beetje shampoo. Ja, hier komt hij. Oké, zo. Ik kom eraan. Simon, je laat me niet zakken, hè, Jaap? Ik sta als één man achter je. Bedankt, ouwe vriend. Ah! Heren, ik heb deze dikke man achter mij nog nooit van mijn leven gezien. Wie van jullie tweeën is Kooijman? Hij! Gaan we geintjes maken? Ik ben Kooijman, ik beken het. Maar ik wist niet dat dat geld vals was. Ik wist het niet. Ik heb het in de bus gevonden. Eerlijk waar? Simon? Ik ben nergens van. Gooi me niet in de cel. Ik heb 8 kinderen. Ik zal tot niet liegen tegen de politie. Politie? Oh, natuurlijk. De politie is je beste kameraad. Kooijman, we zullen het goed met je maken. Jij geeft ons het geld en wij laten jou gaan. Want wij van de politie hebben er een vreselijke hekel aan om eerzame burgers lastig te vallen. Niet waar, de naad? Dus als ik u dat geld teruggeef, dan ben ik vrij man? Tuurlijk! Ogenblikje. Zij zijn helemaal niet van de politie. Nee, je hoorde wat hij zegt. De naad. Ze zijn van het accountantskantoor. Dijken, Doornbos, Bus en de naad. Ik denk, waar ken ik ze van? Idioot. Heren, dat geld zit in de oven. Hey! Jaapie. Noem me geen moeder, oplichter. Neem ze mee, agent en al die anderen ook, die zijn allemaal lid van zijn bende. Goed, allemaal mee naar het bureau, daar zoeken we het verder wel uit. Moeder, jij hebt een goed hart. Ja. Het moest alleen gekoopt op je rug hangen.
hebt dan ook naar me geluisterd. Dat weet ik nou wel, Nel. Maar ik zeg jou één ding, het is het waard geweest. 3 dagen lang ben ik miljonair geweest en het was fantastisch. 3 dagen lang ben ik miljonair geweest en dat kan niemand hier in de buurt bijna zeggen. Ik had geld als water, Nel. En als water heb ik het door mijn vingers laten stromen en het was geweldig. Breed had ik het, Nel. Breed. En ik heb het breed laten hangen. En ik had er geen seconde van willen missen. En je baan, Jaap? Je hebt ontslag genomen, weet je nog wel? Van der Spelt, kom even verder. Kooijman, ik sta hier namens de commissaris. Dankzij jou hebben we niet alleen die valsmunters te pakken kunnen krijgen, maar hebben wij ook een bende kunstzwendelaars op kunnen rollen. Als dank daarvoor willen we je graag een in beslag genomen kunstwerk aanbieden. Namens de Rotterdamse politie, hartelijk bedankt. Hoor je dat, Nel? De Rotterdamse politie is mij eeuwig dankbaar. Wat dacht je hiervan? Hé, een echte Van Gogh? Nou, die ga ik dadelijk even van de muur hangen, hoor. Nee, die gaat naar meneer Harmsen. Meneer Harmsen is gek op kunst. Jij gaat morgen naar hem toe. Je vertelt hem het hele verhaal. En je biedt hem dit schilderij aan om het goed te maken. Nou, dan moet jij eens opletten. Dan heb jij zo je baan terug. Schat. Je bent het einde.